LHBT-emancipatiebord nog wel eens gezegd dat je moet vechten voor je rechten of voor zichtbaarheid. Waarvoor heb jij deze transitie moeten vechten? Ik heb best wel heel veel geluk gehad met de omgeving waar ik me in bevind en de ouders die ik heb qua uit de kast komen en plekje claimen daarin. Daar heb ik niet heel veel voor moeten vechten. Het grootste gevecht voor mij was eigenlijk met mezelf. Vooral binnen de hele medische procedure. Dat alles zo lang duurt dat je gewoon denkt van, ik ben er nu klaar voor. Ik ben ongelukkig in het lijf en ik wil door. En ik wil dat er vooruitgang in zit. Maar je moet heel lang wachten. En je moet psychologische gesprekken aangaan. Terwijl ik in mijn hoofd soort van al daar was. Ik zit er dan nog een jaar wachttijd en een half jaar psychologische gesprekken tussen. Dat is gewoon anderhalf jaar stilstaan. Dat was mijn lastigste periode. Ik denk dat vechten voor LHBT-rechten en je plekje. Ik denk dat wij dat heel erg proberen te doen met ons collectief als transketeers. Wij hebben het dan heel erg over zichtbaarheid. Ik denk dat wij dat dagelijks doen op onze eigen manier. Heb jij nou ook een vraag aan een van ons of aan ons alle drie? Zet hem dan even in de comments, reageer op ons Facebook of stuur ons een privéberichtje. Dan gaan wij hem beantwoorden.